Sprinter, gefeliciteerd met het winnen van het mooiste boekomslag 2020. Dankjewel. Je eerste roman en dan win je al meteen een prijs. Hoe voelt dat? Het voelt een beetje alsof confetti regen op me neerdaalt, laat ik het zo zeggen. Ik vind het echt heel erg leuk, omdat het boek is natuurlijk heel erg persoonlijk. En de cover die door Anton Corbijn is ontworpen is eigenlijk ook heel erg persoonlijk. En ik vind dat hij daarin heel mooi in één beeld de inhoud van het boek zelf ook heeft weten te vangen. Dus dat vervolgens ook wordt beloond en dat mensen gestemd hebben en dat ik überhaupt op de shortlist was gekomen, ja, vind ik gewoon echt heel erg leuk. Dus het zijn natuurlijk hele lastige en ingewikkelde tijden met veel schaduw. Maar ik moet zeggen dat vandaag voor mij heel hard de zon schijnt. Is het een extra compliment, want het is natuurlijk wel jouw eigen hoofd die gewoon op de voorkant staat. Voelt het extra goed? Ja, nou dat voelt ook weer een beetje ongemakkelijk. En ik moet zeggen, we hebben in ieder geval niet gefotoshopt. Dus we hebben geen dunnere wangen of ogen die symmetrischer staan toegepast. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat juist dit boek met deze cover en met dit verhaal, dat bij het publiek beloond is, om het even zo te zeggen. Dus ik ben ook eigenlijk alle stemmers heel erg dankbaar. En ik ga huppelen naar huis, dat kan ik wel zeggen. Geweldig, geniet ervan. Dankjewel.